Ik ben Verena Blok, ik ben documentaire fotograaf. Ik heb een boek gemaakt, dat heet I Smell Like Rain. En het project heb ik gemaakt in het noordoosten van Polen. Daar was ik als kind altijd elke zomer. En ik heb toen een hele goede band opgebouwd met het dorp daar. Zo heb ik een meisje leren kennen in het dorp van 12 jaar. En daar gaat mijn boek over. Zij is de hoofdrolspeler in mijn boek. Wat ik bijzonder aan haar vond is, ja, ze is ook een meisje net zoals ik. En we lijken misschien uit uiterlijk ook wel een beetje op elkaar. Dat zegt tenminste wel veel mensen. Maar zij heeft eigenlijk iets wat ik nooit heb gekend. Gewoon als mensen zeggen, oh ja, ik heb een broer. Dan zeg ik, oh, wat cool, denk ik dan. Dat je een man hebt die onvoorwaardelijk er voor jou is. En jou beschermt en voor je zorgt. Maar ik zag al heel snel dat het in haar geval dus niet zo is. Omdat zij levens leiden die heel erg verwijderd zijn van haar. De omgeving daar is heel idyllisch. En dat zie ik als een soort paradox. Omdat die familie ook heel mooi en schoon is. En dat is voor mij een soort tegenstelling van het landschap dat zo mooi is en het meisje dat zo mooi is met toch die misère die daaronder schuilt.